Omdat jullie nu niet bij de open dag kunnen zijn, zal ik maar op deze manier uitleggen hoe je de beste keuze kan maken voor je opleiding. Waarom heb ik deze opleidingskeuze genomen? Dat is eigenlijk heel simpel. Ik heb MBO 4 gedaan en dat beviel me eigenlijk best goed, bedrijfsadministratie. Dus toen ben ik maar de vervolgopleiding accountancy gaan doen. Daarbij ben ik wel nog gaan kijken naar diverse open dagen. Niet alleen die van de Fontys. Maar ik heb uiteindelijk wel voor de Fontys gekozen, omdat voor mij persoonlijk sloot de Fontys het beste erbij aan. Hoe ervaar ik de opleiding nu? De eerste 2 jaar heb ik het als redelijk makkelijk ervaren, maar nu kom ik toch wel tegen een aantal struikelblokken aan. Dus gewoon zelf heel goed aanpoten en daarnaast ook gewoon heel goed opletten tijdens de lessen. Wat kunnen nieuwe studenten verwachten? Wat je kan verwachten is dat je vooral in de eerste beginfase van de opleiding wordt je nog steeds gewoon aan de hand meegenomen. Het is niet meteen alsof je in het diepe springt waar het HBO wel onbekend staat. Daarnaast krijg je wel meer zelfstandigheid en dat wordt ook met mate de opleiding gewoon opgebouwd. Als je nog vragen hebt, laat een berichtje achter.